We zijn vandaag hier in buurthuis Culemburg voor de Nationale Vrouwendag. Wij vieren dit jaar de Internationale Vrouwendag en onze thema was Yes We Can. We Can gaat over verschillende krachten van de vrouwen. Dat willen wij laten zien dat de vrouwen zijn krachtig. Vandaag twee voorbeelden gepresenteerd van sterke vrouwen in Zaanstad. En Noortje, jij bent er één van. En wat is jouw verhaal? Ja, mijn verhaal is dat ik als allochtone vrouw van Turks afkomst af het heeft doorgezet vanwege ook mijn taalachterstand, maar toch nog juf ben geworden in Nederland. En mijn doel is nu ook gewoon ook andere mensen helpen. Verbeteren in het Nederlandse taal, maar ook hun ondersteunen in hun eigen taal. En als alleenstaande moeder heb ik het tot nu toe goed gered. Ja, want je hebt 3 kinderen. Je man is 7 jaar geleden overleden, dus je stond er helemaal alleen voor. Ja. Je hebt eigenlijk een rolmodel voor heel veel andere vrouwen, toch? Ja, nou ja, dat hoop ik wel, want ik vind dat vrouwen... We belanden heel snel in een slachtofferrol en zo bereik je ten eerste voor jezelf niks mee, maar ook voor je kinderen niet en ook voor je omgeving niet. Dus mijn vraag is altijd naar vrouwen toe van ontdek de kracht die je in je hebt en die heb je echt in je. Wat een kracht ligt er in vrouwen besloten. Het samen zijn, samenwerken is in alle activiteiten omsloten. Samenkomst van vele culturen, stijlen en expressies. Verwaarnemende activiteiten en creatieve sessies. Uiterlijk zijn we zo verschillend, van binnen vol verfijning, strevend naar een verbetering van het leven. Hoe een bijdrage te geven, verbonden met elkaar, verbonden met de omgeving, waar nodig werken aan vergeving. Werkend aan een toekomst die recht doet aan in ieder, ongeacht kleur, ras, gender. We zijn allemaal uniek, maar vooral hebben we veel gemeen en onze verschillen maken het leven boeiend. Je mag er zijn. Wees een trotse vrouw. Ervaar je kracht van binnen. Hier ben ik samen met jou. Je bent zelf ook zo'n voorbeeld, want je bent net gehuldigd. Want wat is er met jou gebeurd? Ja, ik heb van vorig jaar begonnen met opleiding zorg. En ik heb het afgerond. Nou, ja, dus, hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. En er waren nog een paar vrouwen. Kan je heel kort vertellen wat hun verhaal was? Ja, een vrouw is een collega, een vriendin of collega van mij. Die is een blind. En zij doet lopen en hardlopen. En zij doet ook dam-to-dam lopen. En zij heeft ook marathon gelopen. En zij is blind, maar zij kan heel veel dingen doen. Dat het, haar blinde ogen van haar, dat heeft haar niet gestopt om verder te gaan met haar leven. Thank you.
En vandaag, het is een groot feest is er nu losgebarsten, toch? Ja. En straks is er nog eten. Ja, nog een eten en komt nog een DJ. Wij hebben nu de eerste gedeelte. En als je kijkt naar het publiek, waar komen alle vrouwen vandaan die in de zaal zaten? Uit welke landen schat je zo in? Ja, het is Internationale Vrouwendag. En dat is, die vrouwen zijn ook internationaal. Er is zoveel van Turkije, van Sudan, van Marokko, van Nederland, van Suriname, van Turkije, van allerlei landen die hier in Zaandam zijn. Ah, oké. Okay. Nou, nog veel plezier, Mary. En geniet ervan dat je je opleiding hebt afgerond. Doeg! It was a nice party there. It was a very nice Women's Day. It's so organized and active, and so beautiful with the DJ. But there is a man in the room. So it's a little bit a woman shy when they put hijab or when we put this cover on the head. So if the man is outside the room, everybody can dancing and share with dancing and eating and We got a rocket. Okay. Yeah. Have fun. Yeah, thanks. Bye.